heel veel kanten. Kijk. Het is niet zo erg hoor. Alles kan je vervangen en repareren. Oh, hier. Het hele muurtje gaat heen en weer. Nou, dat is mooi. Deze ontdekking schept mogelijkheden. Als het muurtje eruit gaat, wordt de woonkamer 2 keer zo groot. Dit heugelijke nieuws moet met Martien worden gedeeld. Ach, waarom bel jij mij nou? Ik lig net bij het zwembad. Ja, maar kijk, jij wou toch dit muurtje eruit hebben? Kijk, als ik zo doe... Oh, maar Erika, dat moet je niet doen. Straks stort de hele bed in. Want er zit niks meer boven tegenaan. Zie je? Oh, maar wat is dit erg. Zie je? Dus ik ga dit muurtje eruit halen. Ja. En dan... Hou je van hem? Ja, absoluut. Ja, hè? Ja, ik hou heel veel van Martin, ja. 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 Dat zeg je ook wel zo. Ja, omdat het nee, maar dat is ook maar... altijd zo geweest. Ja. Kijk, in die periode dat allemaal ontdekt werd bij hem en zo, dan heb je een hele moeilijke fase. Ja. Geeft heel veel verdriet en ook een tijdje boos geweest, wat natuurlijk helemaal ergens nergens op slag sloeg. Maar ja, dat komt wel naar boven. En jullie zijn een gezin gebleven. Ja. Ja, want voor die meiden is natuurlijk ook leuk, want alle kinderen willen dat hun ouders bij elkaar blijven. Ja. Dus ja, dat is gewoon mooi. En Claire erbij natuurlijk. Wat maakt hem zo je beste maatje eigenlijk? Is... Zoals de mensen nu om hem moeten lachen. Ik ben natuurlijk aan gewend nu, maar toen ik hem net leerde kennen, moest ik ook vreselijk om hem lachen altijd. Ik trok meteen naar hem toe. Ik vond het zo'n leuk mens. Ja. En het is ook een goed mens. Als je dan hier mag wonen en met elkaar gewoon hier de dingen beleven, dat is gewoon, dat is wel een soort droom die uitkomt, ja. Ja. Wat goed! Ja. En terwijl de gordijnen tijdelijk in de ijskast worden gezet, gaan Erika en Maxime naar de schuur waar ze onlangs een verborgen schat hebben ontdekt. Een grasmaaimachine waar je op kan zitten. En laat dat nou net Erika's grootste hobby zijn. Maar hoe weten we of er benzine in zit? Zal ik gewoon starten? Nee, er zit toch ergens een tank? Kijk, dit is de accu. Dit is de vering. Kijk, en hier kan je je wijn... Oh, daar kan je fles in. Hier kan je je wijn in doen. Oh, dan kan papa ook maaien. Je moet eerst naar 1, denk. Wat? Hier zit dus... Oh, kijk, hop het dopje. Nou, daar zit inderdaad niks in. Nee, wel. Nee, niet joh. Ja joh, als je hier staat. Kijk, als je hier staat zie je het bewegen. Hier, tot hier. Heel weinig. Ja, oh, tot daar. Wel genoeg. Ja, nee, dat moet genoeg zijn. Benzine is dus niet het probleem. Nee, bij mij wel. Misschien ligt het dan aan de accu's. Eerst zwarte kabel min. Op de lege accu. Daarna rode kabel eerst op lege accu. Ja, maar eerst deze nu, hè. Kan een beetje vonken. En goed om dat ijzer, hè. Indrukken en hier ophouden. Want hij schiet toch naar dat steekje. Bij mij is... Ach, ik denk dat ze het beter weet. Ja, bijna. Ja, dat geluid moet je hebben. En nu? Hier. Ja, dan slaat hij af. Maar dat heeft dus met de accu misschien te maken. Ja, omdat ik dan omhoog ga met mijn stoel. Nou, blijf er dan op zitten. Achteruit, kom maar achteruit. Ja. Al die dingen weg! Oh, leuk! Ja, leuk hè? Papa! Nou, wat is die mooi! Goed hè? Wil jij even? Ja. Dat is jouw werk! Kijk uit hè! Kijk uit dat je niet over vallen rijdt en zo. Wat goed! Pak was het bed wel goed! Dat hele dekbed dat verdwijnt zo onder die messen. Ik denk, nou, dit meen je niet. Weet je hoe? Je hebt je zo'n groot gasveld en dan ga je precies langs zo'n rekkie met wasgoed rijden. Maar dan ben je natuurlijk ook niet goed, hè? Oh, ik zie. Oh, stop even dan, dat moet er eerst uit. Ja, dat moet er eerst. Van wie is die? Die is van papa. Papa! Je beddengoed is opgezogen! Ik kon dat maar net ontwijken. Dat is niet zo stom. Nee, dat is niet waar. Kan je daar aan trekken? Dat is echt mijn laken. Ja. Niet starten hoor. Nee, ben je gek. Ja, maar eerst moeten die messen denk ik omhoog. Ach, dat is zo stom. Wat is dat nou weer voor gekloot? Trek even aan die knop. Kan toch niet? Hoe kan je er nou overheen gaan?
zit helemaal erdoor. Wat dom ook, de eerste keer, het gaat toch fout? Niet aankomen hoor, ik zit hier bij die messen. Pas op, er zit een rubberen ding aan die kant. Dat zie ik. Kijk voor die benzine die erin zit. Schiet op hoor, want ik hou het niet meer. Ja, maar jij tilt hem ook helemaal alleen joh. Lijkt wel niet goed wijs. Laat hem anders even zakken, dan kan je even rusten. Nee. Ja, deze heb ik. Ja, zo. Ja, goed zo. Nou, dat was je laken. Ja, was dat zakken. Het? Ja, bedankt. Heel goed gedaan, jongens. Nou joh. Nou, bedankt. Jij nou, hebt dit... nu toch een kleiner bed, dus dan koop je maar een nieuwe. Hier. Kijk, dat kan in de bak. Hier, Mart. Nou hoop ik dat hij het nog doet. Ja, tuurlijk.